We staan hier met Eddy van Ols, tourdirecteur van Tour de Delle. En hij zit natuurlijk in de aanloop naar Tour de Delle 2014 op zaterdag 21 juni op het Sportpark de Bovenmolen van Ovios. Eddy, de inschrijvingen voor Tour de Delle 2014 lopen goed? Ja, het loopt weer boven verwachting eigenlijk. Weer beter dan andere jaren. We kunnen het een beetje vergelijken op datum natuurlijk. Lopen we nu al ruim 200 inschrijvingen voor op vorig jaar. Toen kwamen we uit op 1000. Dus we gaan waarschijnlijk dit jaar ruim de 1000 over. Grote wens van mij. En we gaan daar vol voor nog. Ja, Tour de Delle. In de strijd tegen kinderkanker kan iedereen een rondje maken door de Delle. Fietsend, lopend, hoe je ook weet voort bewegen. Inschrijving, deelname is €20. €20 voor 16 jaar en ouder. €10 voor onder de 16. Ja, de inschrijving is tot en met 31 mei. Maar ik heb begrepen dat jullie hem verlengd hebben. Ja, een kleine scoop kan ik hier brengen. Dat is inderdaad, we gaan hem verlengen. We hebben een overeenkomst met onze t-shirt leverancier. Daar ging het eigenlijk een beetje om. En we mogen wat langer nog bestellen. Dus we gaan nu verlengen tot en met Tweede Pinksterdag 9 juni. Tot en met Tweede Pinksterdag kan iedereen nog inschrijven voor Tour de Delle. Dus als u deze week dit ziet, meld u zich aan, schrijf u in. Doe mee op zaterdag 21 juni met Tour de Delle in Oldebroek.